In een Bussumse grammofoonplatenzaak zagen we vanmorgen Dick Schally staan, luisterend naar zijn liedje, een beetje, het liedje dat in Cannes ook weer zo'n succes had. En het gekke was, vanmorgen kocht hij de plaat zelf pas. Ja, ik wilde ze nu wel erg graag hebben natuurlijk. Ik had er niet zoveel interesse voor, omdat ik dacht, ja god, dat doet het toch niet en ik wacht wel af. Maar toen ik hoorde dat het gisteravond 1 was, dan ben ik direct... ochtends de winkel binnengestapt en heb ze gekocht. Ja. En waar hebt u gisteren het succes van een beetje gehoord, meneer Schally? Dat heb ik thuis gehoord. Een enorme drukte. De buren en alle leveranciers die waren vertegenwoordigd. En na afloop, dus toen bekend was dat het gewonnen had, toen gingen ze de voordeur in met champagne en bloemen en aan de achterkant gingen ze er weer uit. Afijn, het was een hele toestand. Dick Schally, veel succes en niet zo'n beetje.